mijn top 5 mooiste vrouwen. Nummer 5 komt Davina Michelle. Ik vind dat een fantastisch mooie vrouw. Ook een vrouw die het momenteel heel erg goed aan het doen is. En laten we eerlijk wezen, als zij een optreden aan het geven is, het is ook wel fijn als je ergens naar kan kijken wat je goed bevalt. Dus ze kleedt zich altijd onwijs goed. Dus zij verdient voor mij een plekje in die top 5. Nummer 4. Ja, ik ga hier ruzie mee krijgen, denk ik, dat ik deze naam nu opgooi. Maar ik moet het wel doen. Ik zeg altijd tegen mijn vrienden, dat is toch een van de mooiste vrouwen van Nederland. Kelvin, ik weet dat je dit waarschijnlijk gewoon gaat zien, maar Nina Warring hoort ook in dat lijstje. Een hele mooie, beeldschone vrouw. Daar kijkt iedereen naar. Dat weet ze, dat weet heel Nederland. Kelvin, jij weet het ook, maar ik moest het toch wel even benoemen. Abby is mijn nummer 3, Abby Hoes. Waarom? Zij is voor mij eigenlijk het meest schattigste schoolmeisje wat je maar kan bedenken. Zij is zo onschuldig, althans zo ziet ze eruit. Ik heb haar zelf nog nooit ontmoet. Maar als je naar haar kijkt, denk je, hell yeah, dat was vroeger mijn favoriete schoolmeisje waar ik eigenlijk nooit iets tegen durfde te zeggen. Zij was natuurlijk net zo verlegen. Dat is Abby Hoes. Gaat naar Gabi. Ja, kun je gewoon niet omheen. Die vrouw die is op Instagram mega populair en niet alleen maar. Ze is gewoon heel erg bezig met er goed uitzien. En laten we vooropstellen, dat vinden mannen allemaal heel leuk. Voor mij gewoon een dikke tweede plek. Ik kijk daar gewoon mee. Als je dat gewoon in je Instagram story ziet, dan denk je, oké, nice. Ja, weet je, tuurlijk wil ze aandacht, dat vindt ze leuk. En ik vind het, wij als mannen vinden het ook leuk. Mijn nummer 1 is Louise Kroes. Dat is sowieso een hartstikke mooie vrouw om te zien. Leuke vrouw, heel spontaan, kan onwijs goed dansen, ze kan zingen. Ik heb haar ontmoet tijdens het perfecte plaatje, ook nog eens in real life. Dus ik weet hoe ze eruit ziet. Ja, dat is voor mij dan een dik verdiende nummer 1. Kijk, waarschijnlijk staat ze dus gewoon niet in dit blad. En dat gaan we dan nu hoogpersoonlijk verzorgen, want ik neem trouwens dit boekje ook nog wel mee. Dat vind ik wel, leuk. The FHM 500 is powered by Tabak, men's fragrances and grooming.